Zoetemelk, Gerry Kneteman en Henny Kuiper. Ja, wie kent ze niet? Bekende wielrenners van weleer. En mijn collega Bert Eeftink, ja, die doet wel aan wielrennen. En die is er helemaal fan van. En die kroop vandaag in de huid van. En dan niet op zo'n handgeschakeld, of niet op zo'n makkelijk carbonnen fietsje. Maar zo'n echte stalen, zo'n oude Ros. Waar Joop Zoetemelk vroeger de Tour mee won. Deelkomen. Kan het toch mooi zijn, wat kan het toch geweldig zijn. Hij heeft nog altijd de voorsprong, Peter Winnen. Maar niet alleen zomaar de voorsprong. De voorsprong is plotseling uitgebouwd tot 31. En ik hoop, ik waan mij een heel klein beetje in de jaren 70, jaren 80 is ook de bedoeling van dit, hè? Ja. Dat je, weet je, Henk Lubberdink, Henny Kuiper bent, Joop Zoetemelk. Hoe kom je aan die fietsjes? Ja, zoeken. Gewoon zoeken en dan vind je ze wel. Ze zoeken zijn er natuurlijk altijd nog wel, hè? Ja, zeker wel. En je adresjes moet je hebben. Ja. Maar de mensen die dan hier aan meedoen, want het is een retro-tocht, is het? Zijn dat ook echt een beetje de oude knarren zoals ik? Nee, juist niet. Nee, juist jonge mensen vinden het leuk, hè? Kijken hoe de jaren 70, hoe dat eraan toe ging. Ja. Dus eigenlijk alle leeftijden wel. En heb je routes die je dan rijdt? Ja, je rijdt een hele mooie route. Je begint vanaf onze kantine eigenlijk in Dalfsen. En dan rij je richting de Leemlerberg over de Rechterse Dijk klimmetje, heen. Klimmetje. Ja, mooi. Ja, dan moet je ook wel puntjes halen, hè, bij de klim. Ja, ja, zeker. Bergtrui, belangrijk. Ja, bergetappen, ja. En dan rij je een heel mooi rondje terug. Eigenlijk Pilsteren en dan En het mooie is, je hebt er ook een ouderwetse materiaal. Wagen bij, fietsjes op het dak. Ja. Eigenlijk zoals het ook in de jaren 70, jaren 80 was, hè? Ja, zeker. Dus als je pech hebt, heb je altijd wat bij je. Ja, nee, precies. Hopen dat we geen pech krijgen, maar je weet nooit. Nee. Maar krijg je inderdaad reacties van de mensen? Is dat ook echt van, jongens, we waren ons weer in de tijd van, ja, Zoetemelk, Kuiper, et cetera? Ja, echt. Ze vinden het heel bijzonder vooral. En je fiets zelf ook, normaal gesproken, of niet? Ja, dat klopt. Maar niet op zo'n fiets? Nee, nee, ik heb iets andere fiets. Nee. Is dat dan niet een rare teruggang dat je in één keer... Ja, ik moet zeggen, het valt me trouwens alleszins mee, hoor, dit. Ah, hij fietst heerlijk licht, dus ja, gaat er goed. Ja, die heb ik ook wel, ja. Ja. Vind je van mij zo? Ja, goede houding, hè? Is een goede houding, ja. Waar gaan we nu naartoe? We gaan een rondje door Dalfsen, bij de uitkijktoren langs. Rondje door Dalfsen. Maar wij waren ons eigenlijk een klein beetje in Frankrijk. Zeg maar Noord-Frankrijk. Een Franse boer is het gras aan het maaien. En wij gaan voor de etappezege met z'n tweeën. Kom op, Nicole.